In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het eerste kroonjaar is 150 jaar Hunnestaanse immigratie op 5 juni aanstaande. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in onze eerste editie vertellen wij u over de komst en geschiedenis van Hunnestanen naar Suriname. Het verslag is van Richelle Magnac. De eerste Hunnestaanse immigranten kwamen op 5 juni 1873 aan in Suriname met het schip de Lalaroek. Lalaroek betekent tulpenwangige en is afkomstig uit een Iers gedicht over een Indiase prinses, die Lalaroek heette. De Hindoestanen die naar Suriname zijn gekomen, komen uit het noordwesten van India, namelijk uit het gebied Uttar Pradesh en Bihar. Farid Ketwaru, voorzitter van de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, NSHI, vertelt dat de contractarbeiders in deze gebieden werden geronseld en daarna met de trein werden vervoerd naar de stad Calcutta, om vervolgens met een schip te worden getransporteerd naar de koloniën, in dit geval Suriname. Deze bootreis duurde 3 maanden. In het Lalaroek Museum wordt onder andere het verhaal verteld van Gia en Bodia, de eerste Hindoestaanse contractarbeiders die met de Lalaroek zijn gekomen naar Suriname. Ze zijn ook de eerste geregistreerden in de immigratieregisters. En dat waren toevallig ook nog man en vrouw. Een andere wetenswaardigheid is dat hier zie je een oude foto van de Lalaroek. Veel mensen denken dat de Lalaroek een houten schip was. Maar de Lalaroek was een ijzeren schip. Het was wel een zeilschip, maar het was dus had een ijzeren body en geen hout. Het gemeenschapscentrum Lalaroek was een geschenk van de overheid aan de samenleving bij 100 jaar Hindoestaanse immigratie, waarbij NSHI zelf met 33% van de kosten moest inkomen. Over de architectuur van het Lalaroek-gebouw leeft er een misverstand onder de gemeenschap, zegt de voorzitter. Het is nooit bedoeld geweest om op een schip te lijken. Maar omdat de achterzijde van het theater een beetje lijkt op het achtersteven van een boot. En het complex heet Lalaroek. En we staan aan de Lalaroekweg. Heeft men vanzelf de associatie gemaakt met het schip Lalaroek. Maar het is gewoon een typische bouw. Een beetje schuin omhoog. En voor de akoestiek een beetje rond. Voor een auditorium eigenlijk. Sinds 2016 is er in het gebouw ook een museum ingericht. Het museum bestaat echter al vanaf 1998, toen in een gehuurd pand aan de Wilhelminastraat. Het museum vertelt het verhaal van de komst van de contractanten en de periode tijdens en na het contract. De mensen zijn gekomen als contractarbeiders en op een gegeven moment hebben ze gekozen voor om in Suriname te blijven. Dus het museum vertelt niet alleen het verhaal van de periode van contractarbeid, maar ook eigenlijk een beetje de periode van contractarbeider naar volwaardige burger van Suriname tot op dit moment eigenlijk. In het Lalaroek Museum kunnen afstammelingen van de Hindoestaanse contractarbeiders onderzoek doen naar hun voorouders. Tot 1998 was dit onderzoek alleen mogelijk via de immigratieregisters. Maar na digitalisering zijn ze terug te vinden in 5 boeken. Ook is er een digitaal bestand dat via de website van het Nationaal Archief Nederland geraadpleegd kan worden. Ik ga even mijn naam als voorbeeld gebruiken. Als je dat intoetst en dan hier zoeken, dan krijg je de informatie zoals die in de database is. Dus je ziet hier dan verschillende namen met Ketwaru erin en dan kan je verder doorzoomen. Deze informatie is eigenlijk exact de informatie die in de immigratieregisters ook staan. Niet alleen de gegevens van die mensen komen erin voor, maar eigenlijk alles wat genoteerd is bij die namen. Welke plantages ze hebben gewerkt, hoeveel contracten ze hebben gesloten. Ook welke kinderen
er zijn geboren. Niet allemaal hebben die informatie. We moeten het doen met wat toen vastgelegd is. En als je dus naar deze kijkt bijvoorbeeld, dat is dus die mevrouw Nasibun, dan kun je bijvoorbeeld hier Jamaluddin Ketwaru, dat is mijn grootvader geweest. Ketwaru zegt dat bij het zoeken naar de voorouders er rekening mee gehouden moet worden dat de immigratieambtenaar opschreef wat die hoorde. Een grotere garantie bij stamboomonderzoek bij nakomelingen van contractarbeiders is het contractnummer, dat ook nog in familieboekjes werd opgenomen.